is een nieuwe video. Vandaag hebben we weer de 7 type vervelendste stalgenootjes. Wij staan allemaal wel op een stal, of je hebt op een manege, maar dan heb je dus te maken met andere mensen op stal. En sommige mensen zijn heel leuk en sommige zijn wat minder leuk. Nee, ik heb het geluk dat ik allemaal leuke mensen hier heb. We hebben even deze vervelende stalgenootjes voor jullie op een rijtje gezet. En we hopen dat jullie dit een beetje een leuk video vinden. Dus doe even een blauw duimpje omhoog alvast, want ja, al die mensen die dat first zeggen in de comments, moeten jullie wel een duimpje omhoog doen, hoor, want anders ben je geen first. Nee. Like. Nee, we hebben nog een ander leuk nieuwtje. Jongens, in april is de Go Social Party. De Go Social Party met al jouw favoriete YouTubers en Instagrammers op één groot evenement. Super goed georganiseerd met een grote meet-and-greet waarbij je iedereen kan ontmoeten. Iedereen. En dan ook nog eens alle shows kan zien. We hebben een Paralounge, je krijgt een goodie bag. We hebben een special guest waar echt die iedereen te gek gaat vinden. Zelfs wij. Dus vergeet niet je tickets te bestellen. Dat kan via de link hieronder in de beschrijving. Yay! Allemaal komen! Zien we jullie daar? Doe een duimpje omhoog. En laat voor onder je reacties of jullie ook komen. Nou, even goed kijken. Wie gooit hier nou weer de hele zooi op de grond? Oh ja, tuurlijk. Het is baasje van Contessa, ja, hè? Zou je wel denken. Nienke is altijd zo'n rommel, komt hier dan niks achter de grond op. Nou, dan ruim ik het later op, hè? Nieke, ruim die dikke pleurisbenders van jou! Maar dat hoort daar voor de stal te liggen! Dat heeft iedereen hier! Iedereen! Ik moet nog het hooi net vullen. Sorry. Hoe vaak moet ik het nou zeggen? Meid, nou die spullen op. Het is toch niet zo moeilijk. Hoe oud ben je? Je bent 19. Hey Martje, ik heb zo meteen een fotoshoot. Mag ik misschien een dekje van jou lenen? Nee. Ik wil zelf ook gaan rijden. En ik heb eigenlijk geen andere dekjes. Dus ik denk dat als jij een dekje gaat lenen, dat ik dan geen eigen dekjes meer heb. Dus ik wil eigenlijk niet dat je een dekje gaat lenen. Of ja, liever niet. Ik heb maar één dekje nodig, hè? Ik heb geen drie dekjes nodig. Eentje. Maar anders kan ik zelf ook niet rijden. Maar... Oké, laat maar. Mijn muesli is op en morgen ga ik nieuw halen, want dan heb ik de auto pas weer. Zou ik misschien één schep van jou mogen dat je het gewoon terugkrijgt, maar dan kan mijn paard vanavond muesli krijgen, want dat vindt ze gewoon veel lekkerder.
En dat heb ik eigenlijk liever niet, want zoals ik al zien heb ik ook niet meer zoveel ruzie over. Nou, de stel valt nog best wel mee. Doe dat volgende keer wel als ik hier ben. Nico is niet ook best, ik ben al 2 weken niet geweest. Oh nee, dat doet hij volgende keer wel. Ja, maar hij is al oud, staat gewoon lekker op de wei, dat is helemaal niet nodig. Dat doet hij volgende keer wel en er ligt toch stro in. En als mensen zien dat hij vies is, dan gooien ze vast wel een beetje bovenop. Althans, dat doen ze normaal. Zullen ze nu ook wel doen? Nou, ik heb nog nooit gezien dat mensen daar hooi of stro opgooien. Het is gewoon onzin. Moet ik het anders voor je doen? Ik bedoel, ik wil het ook wel doen. Ik vind het gewoon zielig voor de paard. Nee, ik vraag het ook niet aan jou. Je hoeft het ook niet te doen. Nee, dat komt wel goed. Dat doe ik de volgende keer wel. Oké. Okay. Kijk, mijn schatje. Allemaal een botteltje voor jou. En een botteltje voor jou. En een botteltje voor jou. Gooi die nou een bottel? Daar worden ze hartstikke dik van. Want mijn paard is al dik genoeg. Daar worden ze echt niet dik van hoor. Ze vinden gewoon mij lief. En ik ook. Nienke, hou op! Nou, dat was dit de video. Ik hoop dat jullie hem zeker leuk vonden. Hij was echt grappig. Ik vond hem echt grappig. Ja, ik ook. Ik denk wel dat veel van jullie hem zullen herkennen. Ik herken het ook wel ergens. Dat ga ik niet zeggen. zijn we nou het staltypetje vergeten? Laat het dan zeker achter hieronder in de reacties. En wie weet, als er genoeg reacties zijn, komt er dan een deel 2. Vergeet niet even onze Instagram te checken, onze Facebookpagina. En dan zien we jullie de volgende keer. Doeg! Hey, ciao! Eeuw, gadverdamme. Zo, ik ben zo'n blok met vieze kabel in mijn haar. Wat zei dit? Nou, dan hebben we aan het einde van de video nog een winactie. En dat zijn deze collectors items. De laars van Fenna. Ik krijg er 7 euro bij. Die stop ik in de laars, want Fenna heeft de centkosten al overgemaakt. Echt super lief. Daar zijn we Fenna heel dankbaar voor. En ik hoop te kijken ook. Dus wil je deze laars nou hebben? Wil je dan met bedankt Fenna. En volgende keer. Doei! Oh ja, het is maat 32. Echt? Nee. Oh. Pannenkoek. Gewoon enorme wallen, hè? Ja? Ja. Ik wil echt even kijken. Nee! Sta ik er wel op? De ponyclub! Kijk dan, het is net dezelfde club. Hoi! Gaan jullie buiten rijden? Wat schattig! Oh, je bent lekker onscherp. Oh, heerlijk beeld dit. Och, wauw. Ik vind het altijd zo mooi als het, dat gewoon die achtergrond helemaal helder. En jij gewoon echt gewoon een baas bent, weet je wel? Ja, zo. Oh, die foto is echt perfect. Screenshot! Wacht even, ik ga hem even scherp stellen. Een momentje hoor, even stilstaan. Oh ja, je lijkt echt model nou. Oh, yeah. Ik ken mijn pony stappen rijden rond. Rebecca, je nieuwe muziekje. Ga je deze editen? Ja, ga actie. Kiwi! Oké, ik weet niet meer. Wow! En ja, loop maar door. Braaf. Maatje. En actie. Je had die film te stellen, but we have to show that it's Dinja stel. Very dirty. Look, I'm... Oh, dit is mooi! Is your child? Is she beautiful? Is she beautiful face? You see me, I'm a they see me rolling. They hate it. Show us what you can do. I'm going to sit like this. You can't see me anymore. You don't have, yeah, well, you have also feet. Oh, don't not fall.
steeds Freek Vonk.